tijd voor velen belangrijk is. En dat is Victory nummer 14. En die heeft hier ook alles mee te maken. Victory is de moed voor de volgende stap. Voor diegenen die op de drempel van veranderingen staan. Van een volgend levenshoofdstuk. Dus nieuwe frequenties integreren. Nieuwe inzichten integreren. Van je ervaringen gebruik maken. Een nieuwe doorbraak houdt dat in. En dat doet het samen met het harmoniseren. Ondanks al die vernieuwingen. Harmoniseren van de aura, chakra's en lichtlichamen. Dus in die veranderingen zal de chaos niet al te groot worden. Dus dat is in grote lijnen wat Victory doet. En ik zal Victory ook channelen. Het is een meer puurdere, verfijndere, hogere en vooral vrouwelijkere energie weer dan Kamakura. Het laat ook los dat wat niet meer behoort tot de zuiverheid van je ziel. Voelt de lichtvoetigheid, het licht, de harmonie, de balans die het houdt in elk van je systemen. Met die lichtheid en met die lichtkracht, met die harmonie en zachtheid, dat opgeruimde balans in jezelf. Met die kristallijne energie, laveer je door het leven van besluiten en beslissingen heen. Steeds weer verder naar de volgende stap. Je laveert door de moeilijkheden heen. Het is niets anders in jou dan dat je je eigen waarheid kan volgen. Steeds je eigen waarheid voelt en die weg bewandelt en die moed houdt. Wat er ook om je heen en in je op je weg is. Steeds kun je vanuit de hogere integriteit, het kristallijne bewustzijn en hart, kun je verder op het pad van je eigen waarheid. Want er is niets anders meer dan dat. En ook met de energie van Victory kun je hetzelfde doen. Je kunt het op de achtergrond in je systemen vragen, jou voor je verdere weg te helpen de komende tijd. Of je kunt vragen weer uit je te gaan en het te doen oplossen.